dat mensen echt honger hebben. Nu alle 12 genomineerden bekend zijn, is de strijd echt losgebarsten. Wie gaan die checks van 10.000 euro in de wacht slepen? De genomineerden zijn onderverdeeld in 4 categorieën. Voor het verschil, voor de stad, voor de toekomst en voor elkaar. En jij bepaalt tenslotte wie de laatste check van 10.000 euro krijgt. De publieksprijs. Onze ambassadeurs gaan elke week op bezoek bij een andere categorie. De eerste ambassadeur is Sjoerd Plezier. Als acteur en tekstschrijver behaalde hij vele successen. Maar bij het grote publiek is hij toch vooral bekend als Simon Stokvis uit de serie Toen was geluk heel gewoon. Met zijn bijnaam Mr. Feyenoord behoeft Ben Wijnstekers eigenlijk geen toelichting. Tijdens zijn lange carrière als profvoetballer speelde hij zijn meeste wedstrijden voor Feyenoord en kwam 36 keer uit voor Oranje. Actrice en schrijfster Marian Mudder verwierf grote bekendheid met haar rol in de populaire televisieserie Baantje. Ze heeft inmiddels ook 3 succesvolle romans op haar naam staan. Deze week gaan de ambassadeurs op bezoek bij de genomineerden uit de categorie Voor het Verschil. De genomineerden zijn Jacqueline van Zingen in Gebarentaal, Tracy van Isaak en de Schittering en Marit en Saskia van Kees en Co. Basisschool De Blijberg. En ik ga kijken bij Jacqueline. Want die gaat zingen in gebarentaal. Jacqueline is ondertussen al begonnen met de workshop. Ruimte zat. De kinderen in de klas. Kom er lekker bij. Die vinden het reuze interessant. Ja, meer dan 1000 kleuren. Meer dan 1000 kleuren. Veel meer. Ja, zie je dat? Veel meer. Je hoeft hem niet naar achter te doen, hij kan gewoon voor je blijven. Ja. Veel meer. Heel goed. Je draait hem zo en dan... Ja! Hallo, goedemorgen. Sorry dat ik zo binnenval, Jacqueline. Ik ben jouw ambassadeur voor de Aardig Onderweg Awards. Jij doet mee aan de Aardig Onderweg Awards. Jij wil dus die 10.000 euro wil jij winnen. Maar jij wil met deze horende kinderen wil je in gebarentaal gaan zingen, zodat er communicatie gaat ontstaan tussen mensen die wel kunnen horen en niet kunnen horen. Ja, dat klopt. En waarom eigenlijk? Omdat dove kinderen die gebaren, hè? En horende kinderen die praten. Dus als die elkaar tegenkomen, dan is het voor horende kinderen, want die kunnen niet gebaren. En voor die dove kinderen die dus niet altijd kunnen liplezen, is de communicatie heel lastig. Ik heb altijd gedacht dat horende kinderen niet bij niet-horende kinderen in de klas zaten. Ja, dat klopt. Dat is vroeger altijd zo geweest. Maar in de komende tijd zie je dat er steeds meer dove kinderen naar een horende school moeten. Ja, dat komt door de politiek. Die hebben dat zo besloten. Mm-hmm. De dove scholen gaan soms in samenwerking dus met horende scholen. Maar goed, hoe gaan ze dan communiceren met elkaar? Precies. En ja, dat is toch vaak door gebaren. Precies. En dat is dan door het zingen maak je dat toegankelijker dan door gewoon echt, joh, leer jij maar eventjes gebarentaal. Met zingen gaat dat makkelijker. Ja, zeker. Heel goed. Nou, ik zou zeggen, laat maar eens wat zien. Hallo wereld, wereld, de wereld is van mij. Jacqueline, dat van die wereld en zo, dat zegt mij niks, dat liedje. Maar ik heb misschien een ander liedje dat de kinderen ook leuk zouden vinden om te zingen. Ik zag twee beren broodjes smeren. Dat ken ik. Dat is voor mij leuk dat ik dat een beetje mee kan doen. 1, 2, 3. Ik zag twee beren broodjes smeren. Oh, dat was een wonder. Jacqueline, we hebben net even gekeken. En ik vind het een geweldig uitzien. Een ontzettend leuk initiatief. Hoe ben je op het idee gekomen? Zelf ben ik 1 jaar geleden begonnen. Met een gebarenkoor voor volwassenen. Daar zit ik in. Dus dat is met gebaren.
Ik kon in het begin niet eens zien van wie is nou slechthorend, wie is nou horend, wie is nou doof. Maar iedereen was gewoon lekker aan het gebaren. En het voelde echt goed. Echt een gevoel van eindelijk, ik heb mijn plek gevonden. Iedereen die kan in dezelfde taal communiceren en gewoon samen dat doen. Ik voelde me niet buitengesloten. Niemand was buitengesloten. En toen dacht ik van nou, hè, ik heb heel veel plezier met dat koor. Waarom kan dat eigenlijk niet gewoon met kinderen een kindergebarenkoor opzetten? En toen dacht ik, nou, yes, dat is wat ik moet doen. En dan kunnen ze samen leuk op een plezierige manier met muziek en met gebaren bezig zijn en ze zo leren. En dat ze in de pauze ook beter contact met elkaar kunnen leggen. En dat was in het begin gewoon een beetje een idee. Ik dacht, nou, hoe ga ik dat nou aanpakken? Nou ja, op een gegeven moment kom ik op die website van die Aardig Onderweg Award over die prijs. En toen dacht ik, wow, dit is het moment. Dit moet ik gaan doen. Nou, je bent in ieder geval genomineerd. Hartstikke goed. En ik ben blij dat ik jou ambassadeur mag zijn, want ik vind het echt heel erg mooi. Maar stel, hè, je wint. Je wint ook nog een keertje 10.000 euro. Dan kan je de hele Rijnmond, kan je dan met jouw idee kennis laten maken. Wil je daarom graag die 10.000 euro winnen? Ja. Ja, wat vooral de bedoeling is, is natuurlijk om het te doen, ook in een groter gebied. Dus eerst wil ik workshops aanbieden op verschillende scholen. En die kunnen dan misschien ook weer andere koren oprichten. Bijvoorbeeld de afgeleide van, hè? En dat je dat op verschillende locaties krijgt. Uiteindelijk moet je ook meer dirigenten aannemen, die natuurlijk ook de muziek en de liedjes aanleert. Daarnaast wil ik een dvd maken, waar dus al die gebarenliedjes op komen te staan. Al die verschillende liedjes. Ondertiteling erbij, zodat zowel doof als de horende kinderen het ook samen kunnen doen. En dan kun je dat op scholen weer verspreiden. Jacqueline, ik vind je geweldig. Echt helemaal geweldig. En dames en heren thuiskijkers, jongens en meisjes, ga voor Jacqueline. Het is echt een ongelooflijk goed idee. Het verdient 10.000 euro. Misschien ook wel de publieksprijs, maar dat zien we nog wel. Ja? Ga voor Jacqueline. Ik ben jouw ambassadeur. Dat straalt dus ook op mij af als jij wint. Begrijp je? Het is allemaal eigen belang. Het is allemaal eigen belang. Ja. Oh, oké. Prima hoor. Afgesproken. En ik hoop 16 mei. Ja, nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Lief. Zo, ik ga eventjes Benny en Marjan, mijn collega-ambassadeurs, of eigenlijk mijn concurrenten, eventjes vertellen wat een ongelooflijk goed idee Jacqueline heeft. En ik weet zeker dat ze ervan schrikken. Heel goed. Isaak in de Schittering is het tweede initiatief van vandaag en Ben wil daar meer over weten. Nou, ik ga vandaag wel bij hele bijzondere mensen op visite en ben benieuwd waar ik nu weer terechtkom. Al in de vroege ochtend is het dringen geblazen voor de ingang. Elke maand geeft Isaak in de Schittering meer dan 12.000 broden en honderden kilo's aan groente en fruit weg. En dat allemaal onder leiding van Tracy Barros. Hey Tracy, hallo. Hi Schat. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, nou, leuk je te zien. Eventjes, wat gaan we doen vandaag? We zijn hier bij jou dus op visite. Nou, we gaan gewoon werken in Isaak en de Schittering Centrum. Okay. Dus ik ben de schittering. Okay. Dus Tracy schrappen we af en vandaar gaan we voor Tracy. Ga je nu gewoon de schittering doen, ja, goed? Ja, mooi zo, okay. Toch? Okay. Nou, we gaan gewoon samen werken. Tracy leidt de hele organisatie vanuit een spirituele overtuiging. Door andere mensen te helpen, heeft zij de naam Schittering verdiend. Punt erbij. Is toe? Bien. Okay. Schittering. Ja? Mag ik wat vragen aan je? Ja. Luister, nou zie ik, zullen we even storen, maar nou zie ik jou hier met de kassa. En de schittering zeg je van, er zien mensen heel veel spulletjes hier. We zien daar dat mensen daarheen lopen. Wat is nou precies de bedoeling ervan? Want je ziet een kassa en normaal heb je dat niet bij een voedselbank. Nee, dat klopt. Er is ook geen voedselbank op die manier. Wij doen alles zelf.
Dus dat betekent, wij financieren ook echt alles zelf. De busjes die daar rijden, het personeel die er is. Dus als je kijkt naar de producten, zijn 25 cent, 50 cent. Heel kleine prijsjes. En vanaf hier kunnen ze daar gaan. Okay. Dus uitgerekend op een maand zijn ze ongeveer voor 30 euro per maand kwijt. Voor het hele gezin om te eten. Okay. Nou, dat is toch niet duur? Nee, fantastisch. Okay. En daar kunnen ze gewoon maar als we friet en brood en groenten. Okay. En wisselt ook altijd. Okay. Omdat als je dit niet doet, dan gaan we kapot. Oké, nou goed. Nou, ik blijf eventjes helpen. Ik blijf even kijken naar je. Wil jij het doen? Nee, ik kan niet goed rekenen. Ik ook niet. Deze winkel is toegankelijk voor iedereen die net dat steuntje in de rug kan gebruiken. Ongeacht het inkomen. Wat betekent deze winkel voor jou persoonlijk? Dit is vandaag mijn eerste keer persoonlijk dat ik binnen ben gestapt. En de prijzen zijn heel goedkoop. Okay. En ik ben daar heel erg blij mee. Ja. Want met de crisis van Nederland is het wel haalbaar. Ja. Je kan heel lang van eten, serieus. Als de mensen hun boodschappen hebben afgerekend, mogen ze aan de andere kant van de winkel gratis brood en groente uitzoeken. Zo zorgt Tracy ervoor dat alles eerlijk verloopt. Je bakzooi. En dat zoveel mogelijk mensen goedkoop kunnen eten. Geen woorden, maar daden. Zoals het een echte Feyenoorder betaamt, helpt Ben een paar uurtjes mee in de winkel. Hallo. Nou, dit is nou twee busjes. Ja. Schittering, wat gebeurt er nu allemaal? Nou, de macht die heeft dus op dit moment gewoon spullen gereven. Het heet de macht. En die mogen wij dus gewoon hebben. En waar hebben ze die spullen nu vandaan gehaald, denk jij? Bij een winkel die dus eigenlijk, dit is of tegen de datum, of eigenlijk niet meer lang houdbaar. Dus, okay. En die kan nu gewoon voor een prikje de winkel in. Dus jullie halen zelf alles op? Wij halen alles zelf op. De busjes, dus ook eigenlijk ons eigen beheer allemaal. We gaan ervan uit dat wij die cheque gaan winnen, hè, van 10.000. Ja. En waar gaan we die aan besteden dan? Wij gaan dan een ander busje kopen, 100%. Eentje dus met een cool cel, zeg maar. Ja. Dat, omdat we eten op gaan halen, net de patat kunnen we ophalen. Ja. Maar voordat het hier is, moet het wel nog koud zijn. Ja. En nu gaan we de zomer in en deze twee busjes rijden nu. Maar we hebben geen cool busje. Oké, dus daar gaan we voor met z'n allen. Ja. Jij werkt hier elke dag? Nee, ik werk eigenlijk 2 dagen. Het ligt eraan wat ze nodig hebben. Want ja, het is zo triest eigenlijk dat je dan zegt van nou ja, oké, 1 dagje erbij. Ja. En het is ook heel triest, want dat merk je hier ook wel eens, van dat er hele grote gezinnen nog zijn. En die hebben het meeste... Heel moeilijk, hè? Ja, heel moeilijk. Ja. Heel erg moeilijk. God. Verschrikkelijk gewoon, ja. Kijk, daarom is het zo belangrijk dat dit initiatief in ieder geval er is. En, dat gaan doen gewoon. Het hoeft niet alleen maar geld te wezen. Het hoeft ook alleen maar dat je de mensen kan blijven eten geven. En kan blijven doen. Het gaat ook, dat is belangrijk. Okay. Het draait niet om geld. Het draait echt om het eten. De spullen die we binnen willen krijgen. Oké, dus mensen, je weet het. Isaac en de Schittering hebben niet alleen geld nodig, maar ook heel veel spullen. En als je wat hebt, als je wat over hebt, breng het alsjeblieft hierheen. Want we hebben het echt hard nodig. Vind jij dat Isaac en de Schittering de publieksprijs moet winnen? Ga dan naar aardigonderweg.nl en stem op Tracy. Wat ik gewoon heel schrijnend vind, en de mening dat Schittering dus echt niet meer, dat mensen echt honger hebben. Ja. En eerlijk, ik heb zelf, sinds dat ik Isaac en de Schittering heb, gewoon zelf geprobeerd om gewoon met weinig thuis maaltijden te maken. Dus eigenlijk sinds dat je deze zaak bent begonnen, ben je zelf ook meer bewust geworden van je eetgedrag, van je inkoopgedrag? Ja, 100%. Ik sta nu even een tijdje in de winkel. En dan besef ik ook dat ik thuis ook wel heel veel spulletjes wegdoe of weggooit die eigenlijk die heb ingekocht. En niet opmaak en niet opeten. En dat is wel een beetje een boodschap en een gedachte van mij. Dat ik denk, hé, is toch wel iets. Ga er zelf ook wel over nadenken. Bijna 15% van de Rotterdamse bevolking leeft onder de armoedegrens. Daarom is Isaac en de Schittering een echte aanwinst voor de stad. Aan het einde van de dag weet Ben precies wat de winkel betekent voor de wijk. Nou, Schittering, ik ben helemaal onder de indruk van jouw initiatief, van jouw winkel. En nogmaals, ik ga echt mijn best ervoor doen dat wij die cheque van 10.000 binnenhalen om jouw wagen die we nodig hebben, je koelwagen, om die voor elkaar te krijgen. Nogmaals, fantastisch voor jouw werk. En tot ziens. Dankjewel. Hoi. Het laatste project van vandaag wordt geleid door de zusjes Marit en Saskia. Marian gaat bij ze langs. We staan bij Kees & Co voor de deur.
Hallo. Hallo. Welkom, kom erin. Hey, Marian. Marit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Kijk eens wat ik vond. Goedemorgen. Marian. Hallo. Zo, gezellig ontbijttafel met z'n allen. Want jullie wonen bij je moeder, toch? Ja. Ja. Met z'n allen. Met z'n allen in één huis. En hoe zijn jullie op het idee van Kees & Co gekomen? Noodzaak ook. Noodzaak is, ik ben een paar jaar geleden werkloos geworden en kwam niet meer aan de bak. En het is eigenlijk zijn we uit pure frustratie voor onszelf begonnen. Ja, hoe kom je op het idee om te gaan doen wat jullie doen? Nou, we hadden niks. We hadden niks. Geen geld en geen spullen. En geld om te investeren was er niet. Dus nou ja, dan op een gegeven moment komt het idee, ja, wat gaan we dan doen? Wat hebben we voor handen? Afval. Je kunt er gewoon met het stukje afval dat je hebt, kan je min of meer binnen een half uur iets heel nieuws maken. Een nieuw gebruiksvoorwerp. En hebben jullie atelier aan huis? Ja, ons hoofdkantoor is boven. Normaal zitten de dames op deze zolderkamer te werken, maar als het mooi weer is, gaat het hele kantoor naar buiten. Kees & Co maakt sieraden en accessoires uit de Rotterdamse afvalberg. Een van hun specialiteiten is het maken van tassen uit oude fietsbanden. We worden nogal gek versleten. Ja. De ene helft van de mensen die hebben ze iets van, oh meid, wat leuk. Snappen helemaal niet waar het over gaat, maar het feit dat je dus achter je machine iets zit knutselen, dat spreekt aan. En de andere helft van de mensen die... Zijn te beleefd om ons recht en ons gezicht uit te lachen. En het is een product waarmee je recycelt. En dat is natuurlijk ook het mooie ervan. Ja, maar dat is dus het knokken wat we gedaan hebben. Gewoon het laten zien dat het geen rommel is. En dat het kan. En dat je dus van iets wat afval, als afval bestempeld is, iets moois kunt maken. Ja. En dat het dus die kwaliteit heeft. Ja. Ja. Of kan hebben. Ja. En dat is het vechten wat we hebben moeten doen. Dus ervoor zorgen dat... Van mensen dat het dus gewoon kan. Het kan anders. Het kan anders. Het werkt ook gewoon. Precies. Ik vind die fietsbanden, dat vind ik wel wat hoor. Waar halen jullie die vandaan? Bij de lokale fietsenmakers. Oké. Okay. En daar gaan wij eens in de 14 dagen de banden ophalen. Dat is vandaag. Dus als je wil, dan kun je even met ons mee. Nou, leuk. Laten we dat doen. De zusjes fietsen stad en land af om het afval op te halen. De meeste dingen die wij met z'n allen weggooien, zijn voor dit tweetal van grote waarde. Vind je dat dit project de publieksprijs moet winnen? Ga dan naar onze site aardigonderweg.nl en stem op Marit en Saskia. En dan hoe loopt de handel? Ja, zag je zo. Dan breek het bandje hier. We gaan rustig verder. Jullie zijn een duurzaam bedrijf, zo kan ik dat wel stellen volgens mij. Ja. En die duurzaamheid is belangrijk voor jullie? Ja, de duurzaamheid is heel belangrijk voor ons. En waar komt dat vandaan? Omdat wij vinden dat je het niet alleen aan moet pakken met de dingen die je maakt, maar ook met de mensen waarmee je werkt en hoe je werkt. Het is niet alleen duurzaam goed voor de planeet. Maar het moet ook duurzaam goed voor elkaar zijn. Respect voor de planeet en respect voor elkaar. Jullie zijn duurzaam, maar zijn jullie ook een commercieel bedrijf? Weet je, het geld wat wij verdienen willen we ook gewoon weer terugstoppen in gelijksoortige projecten. Maar het allerbelangrijkste is dat we met wat we doen niet zozeer een alternatief voor de economie willen vormen. We willen een alternatief in de economie vormen. We willen in de manier waarop we produceren een stukje van de keuze bij de consument weghalen. Nu, op dit moment, moeten consumenten heel vaak kiezen voor duurzaam. Daar hangt voor heel veel mensen in hun hoofd een prijskaartje aan. De manier waarop wij het doen, kan je gewoon betaalbaar voor duurzaam kiezen. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan eventjes kijken of we nog ergens oude jeans kunnen scoren. En de zusjes kennende zal dat niet bij één jeans blijven. Zo. En wat gaan we hier doen? Stop nummer 2. We zijn hier bij de Goed Gekleed. En hier gaan we oude spijkerbroeken scoren. Oh. Uit de prikkiebak. En dit zijn allemaal afgekeurde kledingstukken. Ja. En wij gebruiken die oude jeans dus om onze tassen mee te voeren. Maar we maken er ook weer leuke kussens mee voor op de bank. Hé, hey, kap, die is lelijk.
wil geen neefjes meer, hoor. Mooie kontzakken. Die is geel. Is dit een mooie voering? Ja. Als jullie winnen en jullie krijgen 10.000 euro, wat gaan jullie dan doen? Nou, dan gaan we potje janken. en een goede fles bubbels opentrekken. Ja. Daar gaan we mee beginnen. En dan denk ik dat we maar eens gaan kijken welke naaimachines we graag zouden willen aanschaffen. Zodat we eens goed aan de slag kunnen. Ja. Waarom moeten mensen op jullie stemmen? Omdat wij gaan voor de lange adem. Het is geen eenmalige investering. Het is geen project van een jaar. Dit is gewoon iets waar Rotterdam de komende 10 jaar wat aan heeft. En waar Rotterdammers de komende 10 jaar wat aan hebben. Vertel eens waarom je moet huilen. Ik vind het allemaal erg overweldigend. En ja, het is erg overweldigend. Laten we het daarop houden. Maar zit er ook blijdschap bij? Ja, absoluut. Het is absolute blijdschap. We werken er hard voor, we doen er ons best voor. En, we geloven er heilig in. En je ziet het, er is aandacht voor. En het, Als jullie je nou afvragen op wie je moet stemmen, nou stem dan op deze twee toppers. Het zijn twee fantastische vrouwen die zo sterk zijn en die van zo ver zijn gekomen. En die het zo ontzettend gegund is. Dat waren de genomineerden uit de categorie Voor het Verschil. Wil je dat een van deze projecten 10.000 euro wint? Ga dan naar onze site aardigonderweg.nl en stem op je favoriet. Volgende week maak je kennis met de genomineerden uit de categorie Voor de Stad.